Wil je Piet van 7? Ja, wel even pakken. Oké, volgende ronde. Nieuwe kansen. Jeffen, Marcel, Duikers. Kunnen we? Ja. I'm ready. Okay. Ah, ja, Bob. Ja. Rustig rijden? Ja, bijna gewoon. Linksaf. Nou, niet erg veel. Er is een auto van het minuut mogelijk afgereden. Het is niet duidelijk of er inzittenden zijn. Ze sprongen in ieder geval niet uit de auto. En de auto was al snel onder water. En het is, het gaat in ieder geval om een Ford Escort. Zo dichtbij. Daar is goed aan, jongens. Kijk, ligt dus een auto in het water. Ze weten niet of er nog iemand in zit. Dus ik hoop niet dat er iemand in zit, maar we gaan het zien. Ja, rechtsbuiten is goed. Dit zat er in de auto. Maar het is loze alarm. Dus we gaan weer terug. Er zat niemand in de auto. Nu komt er een bergingsbedrijf. Komt de auto uit de sloot halen. En daar komt de verzekering in beeld. En jullie weten, ik heb sowieso geen goede ervaring met verzekeringen. Dus ik ben blij dat ik het niet ben. We zijn aan het eten. Ik ben ook klaar, we moeten weer. Let's go! We nu een keer als eerste zijn. En ik ben eigenlijk elke keer de laatste, dus. Aardgas! Hè? Is met aardgas. Is met aardgas? Ja. Oké. Gevaarlijk. Ga ze lekker, zijn onderweg. 8 minuten. En de rest gaan we daar nog zien. Ja, hè? Ik ga hem laten kijken. Ik ga hem niet laten leren. Ja. Niks? Nee. Oké. Toen we aankwamen was er eigenlijk niks aan de hand. Ze roken gas, maar ja, we hebben gemeten, er was geen gas. Ook er ook niemand gas. Dus op de terugweg kwamen we nog een vuur tegen, wat we eigenlijk roken terwijl we in de auto zaten. Maar hier stond dan een andere brandweerauto bij, dus zijn we weggereden. En nu zijn we weer terug. Gaan we weer. Ditmaal een woningbrand, dus... Hoppakee. Eroverheen? Spannend even. Hè? Goed. Testen, die doet. Kom jongens, we branden nu maar een zoom. Vlam in de pan, niks aan de hand. Het is geblust. We gaan weer terug.
Voor de vierde keer of vijfde keer weet ik het. Ja, best wel de schade. Ja. En voor wie dacht dat de brandpalen dus nep waren, het is, ze bestaan echt. Ik heb er nog geen gebruik van gemaakt, ik ben nog elke keer de trap gegaan. Wel heb ik die andere brandpalen vanaf zien gaan, maar voor mij is het toch nog wel even wennen, weet je wel. Want in één keer is het iedereen rennen. En ik probeer het zeg maar dan nog te filmen, maar ik moet ook zo snel mogelijk die kleding aandoen. En in het busje gaan zitten, dus ja, dat is allemaal nog best wel wat. Maar tot nu toe zijn we volgens mij 4 keer opgeroepen. Oh, kijk, okay, dames en heren, daar zijn we. Het is het eind van de avond. Het is nu 10 uur en in principe iedereen ligt eigenlijk al in bed. Ja, we weten dus niet of we opgeroepen worden. Ik heb hier een pieper. Er ligt de camera nu op. Als die afgaat, snel weg naar beneden, camera mee. En dan gaan we weer op pad. Alleen een machtige blusser, hij draait mijn kant op en dan liggen de vuurbootjes. Dus je mag een paar opstellen. Oh ja, klopt, zoveel. 100. Ja, kom aan. Ja, daar werkt een brand, een klein bootje. Ja, we hebben eigenlijk heel net geschaad. Er is een op 03, want we dan met iedereen die heeft een klein bootje boven. Vijf boot in de brand. Het is nu 2 uur 's nachts. Dus. Lastig te blussen, want hij gaat elke keer van links naar rechts. We kunnen er net niet bij met de slang. Dus ik ben bang dat hij helemaal af gaat branden. Kijk, hij brandt nog. Het is allemaal schuim met die licht al. Check die rook, jongen, hoi, yo. Ik hoop voor die mensen die hier achter wonen dat ze de ramen dicht hebben. Want ze kunnen die nog wel eens ademhalingsproblemen gaan krijgen. Oké, we zijn weer terug. Het is 3 uur. We gaan slapen. Oké, ik zeg je eerlijk. Het is best lastig slapen, omdat ja, in principe bij elk piepetje, elk trilletje zit je al uit. We moeten rennen. Ik ben vandaag al 2 keer wakker geweest. 1 keer was het loze alarm en 1 keer was het wel echt. Dus die 2e keer liep ik wel echt zo van, moeten we? Dus dat is wel nog steeds even wennen. Half 7 worden we wakker gemaakt. Het is nu 3 uur, dus we kunnen nog even slapen als we geluk hebben.
En anders zie ik jullie zo weer. Yes, kijk, zoals jullie zien zit ik al in de auto. Mijn vader heeft me opgehaald. Het wordt vandaag mooi weer, want de zon schijnt nu al volop. Ik zou het zo even laten zien. Dus we zaten eigenlijk te denken om vandaag te gaan vliegen met het vliegtuig. Dat zouden we nog doen. En die hebben we nog liggen. Mijn vader heeft het gemaakt. Dus als het wind stil blijft, gaan we dat doen. Check.